En nou zijn we rustig. Klaar, jij ook. Jij ook. En jij al helemaal. Jij al helemaal. Klaar nu. Potdikje. Nee. En jij ook, Lies. Stil. Ik ben bijna klaar. Mooi. Ik heb de deur open en dan kom ik naar. Een hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, oprecht een goede morgen. Want het is 9:43 en ik ben al helemaal aangekleed en wel, maar je wilt niet weten hoe ik me voel. Nee. Maar ja, er staat een stijger voor mijn deur. Kan je zelfs hier vandaan wel zien. En niet zo fijn. Ze zijn dus al aan het schilderen. Ja, en dan moet er met de meisjes eruit. Nee, ik weet niet of hij wakker, maar ja, doet er niet toe. Ik ben eruit. Ik had al een paar keer mijn alarms gezet, et cetera. Maar wat later, ik denk, ja, dat red ik nog wel, weet je. Ik weet wel dat het een vroeg begin, maar er waren meerdere huizen. Nou ja, en ze beginnen 7:30, 7:45. Maar de stijger werd hier al heel vroeg voorgereden. Ik denk, halleluja. Mag ik ook nog, maar nee. Maar ja, maakt niet uit, we zijn er en we gaan gewoon door met die banaan. Dus ik wens jullie van harte welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Bentenbos. Er komt er ook een. En nou zijn we rustig. Klaar, jij ook. Jij ook. En jij al helemaal. Jij al helemaal. Klaar nu. Potdikje. Nee. En jij ook, Lies. Stil dus. Dus ja, die schilder die daarnet kwam, die heeft spullen gebracht. Die gaat met de schuurdeur beginnen, maar die moet nog open. Maar ja, komt ook goed. We gaan er, ik moet tot mijn chat laten, dus ik loop er langs. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet met ons mee. Ja, wat is dat meer in petto vandaag? Wat precies, weet ik niet, maar het komt allemaal goed. Dus zeg het tot later. Ja, lieve vrienden, ze zijn nog steeds bezig. Althans, ik denk dat ze lunchpauze... Nou, nee, kan ook niet. Koffie. Ja, want ze zijn al een heel tijdje futsie. Ik weet niet hoe, wat en waar, of ze helpen elkaar, dat kan ook nog. Maar in ieder geval, het is hier nog niet klaar, nee. Maar ik heb de keuken is schoon, de vaatwasser die draait. Ik heb geveegd, want het was een en al haar over de grond heen. En dat heb ik nou weer opgeruimd. Ja, dat onder die stoel, daar lag ik weet niet hoeveel haar. Nou, dat is nou dus weg. En dan ga ik voor de pc zitten. Ik heb net mijn tweede bak koffie op. Dus ja, helemaal goed. Ik heb al een paar gep van goedemorgen, goedemorgen. Dus ja, en ja, er zou geloof ik bezoek komen. Maar dat is ook nou momenteel niet zeker, want ze is niet in de helder. Nee, ze is nou aan het oppassen. Ja, ze hadden geen oppas. Dus nou is zij ook gekomen eraf om op te passen. Maar ja, we wachten het gewoon af. En ik kan toch niet weg. Nee, die. Er staat nog een trappetje en hij is buiten nog niet klaar. De schuur moet nog weer geverfd worden. Ja, dus al met al, ik kan niet weg. Nee. En ik moet eigenlijk nog postzegel halen. Ja.
ja. Ja. Dat wordt het hem dus nog niet. Ik hoop dat ik... het is vandaag donderdag, dus de winkels zijn ook open. Dus ja, dat zal pas wezen wanneer die schildersboel weg is. Stelletje boosjes. Niet zo gek. Nou ja, dat dus. Moeten jullie even naar buiten? Moeten jullie even naar buiten verstoeien? Ik hoop niet dat hij dit... Nee, is dat nou op de picknicktafel? Nou, vooruit dan. Weg. Ga naar buiten dan. Ga naar buiten dan. Kom nou even. Zo. Ze willen, nou ja. Ja. Nou ja, in ieder geval, dat vind ik altijd wel grappig, hè, die twee. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder en geniet ook gewoon weer met ons mee, hè. Ja, het is, loopt tegen 11:30 aan, dus ja, de tijd holt ik inskoft, hè, 11:22. De tijd gaat door wanneer een ander stil zit. Ja, dat merk je zelf maar al te goed. Ik zou zeggen, geniet en tot later. Wat gebeurt er allemaal? Bijna klaar. Mooi. Ik heb de deurtje Nee, dit is mooi. Huh? Dit is mooi. Staan er twee te kwispelen. Oh, god, wat. Die gaat weer op de bank. Die erbij. Ja. De schilders zijn gelukkig al lang al weg. Ik heb weer een beetje kunnen genieten van mijn rust. De schuurdeur die staat nog open, maar die gaat straks wel dicht, want ik ga weg, want ik moet naar de Action. Ik moet naar Bruna, nou dan kom ik eerst langs, dus ik ga eerst naar Bruna, dan naar de Action en dan helemaal weer terug naar de Vomar en dan weer naar huis. Want mijn hondjes, ja, die zak is leeg. Dat heb ik jullie gisteren al laten zien. En die staat hier nog. Met die, ja,
Zoals met de Bentatix, weet ik voor hoe je die troep moet noemen. Dat zijn van die tandenplakken weg te zien te krijgen. Maar ze vinden het lekker, dus ja, waarom niet, hè? Nou, de steiger is dus ook weg. Daar ben ik ook blij mee. En dus wij gaan dat doen. Ik heb nog steeds ijskoude handen, want het was hier zo gemeen. Koud in huis. Ja, je gaat niet een kachel aandoen wanneer de deuren openstaan, hè? Dus ik had op een gegeven moment, haalde ik daar, want ik heb geen drempel, maar wel een grote keer. Maar de voordeur stond open, de zeeraampjes stonden open. Dus ja, het is lekker koud. Heb ik daar handdoeken gehad bij die keer? Nou, dat ligt nou in de was, dus dat komt ook wel weer schoon. Maar ik zat met mijn dekentje om me heen. Is die deken wat smerig vanwege kandels van haar en Rijka de haartjes. Die zit ook dan wel eens op schoot. Als ik die deken om heb. Dus die moet ook weer nodig even schoongemaakt worden. Maar ik heb daar nou een heel mooi apparaat voor. Dus dat komt ook wel weer goed. Ja. Maar dan moet mijn lichaam ook goed wezen. En ik ga nou eerst naar buiten. En het is buiten ook niet al te warm. Hey Google. Hoeveel graden is het in Den Helder? De temperatuur in Den Helder is nu 11 graden. Het begon vanochtend met 8. Toen was het 9 en nu vraag ik weer, is het 11? Maar ja, de vlakte, hè? Oeh, daar is het koud hoor. Ja, en dan rijden, dus je hebt ook nog eens een rijwind erbij. Dus ja, ik ga me lekker even warm aankleden, handschoenen aan en we gaan met die banaan. Dat is gezegd, lieve vrienden, geniet! Ja, en geniet ook weer met ons mee. Ik ben weer thuis, zoals jullie allicht wel zien. Ik ben bij Etje geweest. Nou, daar heb ik voor de dames eventjes van die lekkere dingen gehaald. 3 zakken, maar liefst. Ik heb postzegels gehaald, die moet ik trouwens nog pakken. Ik heb misschien bij Etje heb ik meer dingen gehaald. Want ja, jullie weten, ik heb dat Google-geval. Ja. Nou, er hoort natuurlijk van alles en nog wat bij. Nou, om te beginnen. Eiklier erbij. Ja? Mooi. Dan hebben we die erbij. Deze ding is omgeval. Ja? Komt nog weer meer bij hoor. Dan heb ik een lampje voor bovenop de kast. En dan nog eentje voor bovenop de kast. Ja, mooi. Zitten we nu weer aan de kant. En dan heb ik voor Hero. Dan heb ik van die spotjes. Enkel, ik krijg dat niet gewisseld. Dat moet er af kunnen, dat blikje. Maar dat ken ik allemaal niet. Dat moet allemaal gedaan worden door een ander. Want de buurman die deed het altijd voor me. Maar nou is er eentje stuk, welke weet ik niet. Die is de stuk. Dus boek 1, 2, 3, 4 lampjes moet ik dan hebben. Maar ik heb er 1 meegenomen om eerst te kijken of het wel lukt. Dus ja, dat merken we dan wel weer. Ja, toch? Ja, maar dat komt helemaal goed. Ja, dat kan dat ook. Fatsoenlijk functioneren. Laat me zeggen. Dus ja, het eerste gedeelte is er. En langzamerhand bouwen we dat gewoon op. En ja, iets anders kan ik er niet van maken. Nee, dat gaat het hem niet worden. Zo. Maar het komt allemaal goed. Ja. En ik heb nou een bakje koffie staan. En uiteraard heb ik een bounty voor mezelf meegenomen. Nou ja, moet ook kunnen, toch? Dus ik ben eventjes back off. Ja, dan moet ik zo meteen nog met die meiden uit. Ik heb ook nog in de schuur op het vloertje van mijn scootmobiel, mijn booster, nog 2 zakken kattengerit van tezamen 20 liter. Ja, 1 zak is 10. Dus ja, dat dus. Ja. Meer kunnen we er niet van maken. Niet. Boefje. Rijka.
Je bent een boefie. Maar in ieder geval, ja, en het is koud buiten, ook dat nog, er is niks aan. Maar ja, ik moet er toch straks er wel weer doorheen. En ik ben moe, misschien valt het ook wel aan me te zien, ik ben echt rotje af. Maar ik ben nog lang niet klaar. Net wat ik zeg, die meisjes moeten nog uit, ik moet nog eten. Er moet nog een vlog in elkaar gerenderd worden, nou ja, noem maar op. Dus ja, we gaan gewoon door. Dan maar moe. En kijk tenminste, hopelijk... De slaapwater vannacht, ja. Voor nu zeg ik gewoon een hele fijne avond gewenst. En smakelijk eten uiteraard. En tot later. Ja, komt helemaal goed.